Goedemorgen, guys. Ik ben vandaag met Nessie. Welke dag is het dan vandaag? Vandaag is donderdag. Het is vandaag donderdag. En wij gaan even mijn auto naar de garage brengen voor een beurt. Want die heeft hij echt heel hard nodig. En Nessie krijgt volgende week een nieuwe auto. Dus daar zitten we ook op te wachten. En Nessie kan echt niet meer wachten. Het duurt echt veel te lang voor hem. Oké, heel geduldig. Ja. Maar daar zitten we eigenlijk een beetje op te wachten. En daarna gaan we even naar zo'n plein. Want we willen graag daar ontbijten. We hebben echt heel erg veel. Dat is de planning voor nu. Ja, vertel dat we gisteren oude vlogs aan terugkijken. Ja, gisteravond waren we op de bank en toen gingen we dus oude vlogs kijken van Turkije en Istanbul en zo. Het is zo anders, zeg maar, hoe je zo erg verandert in een jaartje tijd. Het is echt zo gek om te zien. En bij mij zit er ook volgens mij 10 kilo extra aan. Echt een groot verschil, maar het was echt leuk om te zien. Zeker. Dat is raar, hè? Goeie oude tijden. Ja. Was wel leuk, dat dus. Ik heb trouwens laatst al van zulke vestjes gekocht van de Primark. En deze zijn maar 8 euro en die heb je echt in allerlei kleuren. Ik vind ze echt zo chill. Jij vond hem ook wel mooi, Nes? Ja, mooi kleur. Ik vind hem echt leuk en hij is super fijn. Wij zijn nu bij Ekmek. Ekmektje, hoe schrijf ik dit uit? Ekmektje. Ekmektje. Ekmek. Ik heb een theetje besteld en Nes hem ook. En wat heb je besteld? Ik heb deluxe ontbijt. Deluxe ontbijt en ik heb een salade besteld. Besef, echt knap hè, een Turk salade bestellen. Oké, dit is het ontbijt, het ziet er echt fucking goed uit. Nee, soms ontbijt ziet er wel echt beter uit dan die van mij. Lekker hè? Ik moet even op mijn calorieën letten. Oké, we hebben net gegeten, maar ik zat wel niet echt vol, zo die licht is wel echt van de hand. Het staat wel niet echt vol, dus ik ga nog even een smoothie halen. Nog groene. Nee. Als je die lekker vindt, kun je nog terug zetten. Het is wel lekker. Het is spinazie met banaan. Oké, jongens, het is echt een beetje gekke werk. Hey guys, ik heb net Nessie afgezet bij huis. Want hij woont niet met mij mee, maar ik ben nu bij dermakliniek. Ik laat een paar vaatjes hier rondom mijn neus verwijderen. Met een laser is dat volgens mij. En ik ben echt benieuwd of dat gaat werken en of het echt in één keer weg is. Want als het zo is, dan zou het echt heel handig zijn. Dan ga ik er ook een paar op mijn rechterbeen, heb ik een paar. Op mijn bovenbeen. Dan kan ik die ook verwijderen. Ik ben echt benieuwd. Als het zo zou zijn, zou het echt top zijn. Volgens mij werken ze dan met een soort van laser. Maar dat laat ik jullie zo wel even zien. Je neusvaatjes doen. Het is met name echt wel de zijkanten. En dan twee losse stipjes op je neus. Mm-hmm. Wat we dus gaan doen is warmte afgeven in dat vaatje. Mm-hmm. Nou, de laser die heeft dan affiniteit met hemoglobine. En hemoglobine is gewoon het kleur rood van je bloed. Nou, je vaatjes van jou die je hebt aan de zijkant, die vaatwanden, die bevatten eiwitten. Nou, die zijn kleurloos, dus dan kan de laser daar ook helemaal niet op reageren. Dus hij reageert op hemoglobine. En hij maakt jouw bloed, dus die celletjes maakt hij wat warm. En die geeft hij af aan de zijkant van jouw vaatjes. De wanden ervan. Mm-hmm. Door het dus dicht slipt. Okay. Dus in principe, zodra we klaar zijn, mm-hmm, dan zie je ze niet meer zitten. Zijn, ik heb grote vaatjes. Nou, je valt wel mee. Je hebt niet van die hele grote vaten, maar ze zijn vooral heel erg groot. Mm-hmm. Zo, dan ga ik bij jou een brilletje opdoen. Je hebt hele mooie lesjes op. Kijk, of ik dan iets kleiner wil. Ik pak even de brilletje van de laser hiernaast. Ja. Oké. Eens even kijken. Klaar voor? Mm-hmm. Zo. Ah! Ja, hij is wel. Wee, echt? Ja. Oh, dit was op. Ja, sorry. Ik heb een klein beetje aanstippen. Oh, mijn god. Meer pijn dan lezen. Ja, dat is ook wel natuurlijk een hele andere soort lezen. Maar gaat het een beetje? Mm-hmm. Hij is weg hoor. Echt? Ik neem deze op je wang gelijk even mee. Ja, doe maar. Heel goed. Wow. Gaat het? Ja. Maar gelukkig is maar, het is maar, ik hoef maar één stipje te geven hoor. Oké. Komt ie. Gaan we hier naar de zijkant toe. Komt ie. Het springt gelijk al weg, joh.
goed, joh. Echt? Ja. Nog een klein beetje extra. En voor de dunnere vaatjes. Al wat rood. Ja. En dat is natuurlijk normaal. Ik moet natuurlijk warmte afgeven. Mm-hmm. Maar je ziet inderdaad echt die rode vaatjes die echt duidelijk zichtbaar waren aan allebei de zijdes van je neusvleugels. Ja. Die zijn nu weg. Chill. Het is wel rood, maar je ziet echt gelijk niks meer, hè? Die roodheid trekt sowieso vandaag nog weg. Dat is gewoon eventjes. Chill, dankjewel, man. Alsjeblieft. Hey, ik ben klaar. De afspraak duurde letterlijk 5 minuten. Het was echt zo snel gedaan. Ik ben er echt blij mee. De vaatjes zijn nu weg. Ik mag er alleen niet aan zitten, want dan kunnen ze terugspringen, of zo zei ze. Zo moet ik... Oh, kijk, ik ga er weer aan zitten. Echt dom. Ik moet er even van afblijven. Ik moet snel weer naar huis rijden. Nee, ze moet mijn auto hebben. Ik heb dan even nog een afspraakje. En daarna ga ik door naar mijn vriendin. Oh ja, wat ik was vergeten te vertellen. Ik blijf dus allergisch te zijn voor koeienmelk. Dus daar ben ik weer gestopt. Ik heb net een cappuccino gehaald met sojamelk. Mag ik nog even melden. Maar ik wil ook niet beginnen aan sojamelk. Want dat blijkt ook niet helemaal goed te zijn. Ik heb er een artikel over gelezen. Dus waarschijnlijk ga ik vandaag even amandelmelk kopen voor in mijn koffie. Guys, tegenwoordig slik ik deze vitamintjes. Ik was ze vandaag vergeten, dus ik ga ze nu slikken. Maar dit is dus goed voor mijn rusteloze benen. De vorige keer had ik het benoemd in mijn vlog. Toen kreeg ik heel veel tips van meisjes. Dus thank you. We hebben net boodschappen gedaan. Echt allemaal gezonde boodschappen. Ik ben hier echt blij mee. Ik ben eigenlijk gestopt met brood, maar dit is dan van Nessie. We hebben zelfs van die verse soepjes en zo gehaald van de Jumbo. Ik ben echt benieuwd of die lekker zijn. En echt heel veel groenten, vis, fruit. Ik dacht, misschien is het wel leuk om te laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Dus ik ga jullie even mijn boodschappen laten zien. Noten, ongezouten noten. Snijbonen. Broccoli. Granaatappelpitjes. Pramen. Nog meer garnalen. Nog meer garnalen. Paprika, uierringetjes, brood voor Nessie. Deze soepjes zijn verse soep. Het is verse soep van de Jumbo. Hier olijven, sinaasappelsap, augurken, erwten en boontjes, mais. We hebben een ketchup gekocht met 50% minder suiker. Amandelmelk gekocht, omdat ik dus ben gestopt met koemelk te drinken. Wat doe jij? Even shine pakken. En dan? Ik ben lang niet op YouTube geweest. Oké, nou. Wat gaan we doen? We gaan koken. We gaan maken zilvervriesrijst. Spreek nog eens uit? Zilvervriesrijst. Oké. Wat is het dan? Ik heb een beugel. Je zei zilvervries. Met garnaaltjes. Ja. Die ga ik bakken. Oké. Met groenten. Oh, lekker hoor. Lekker gezond. Ik heb onze boodschap laten zien. Vind je het lekker? Ja, heerlijk. Voor de rest, jongens, bij mij gaat alles goed. Ja? Volg mij op Instagram. Ik heb sinds kort heb ik een vinkje. Dat betekent dat ik heel belangrijk ben. En dat was het. Oké. Ik heb hele goede seks met dingen. Ja. Zo, ik heb de groenten al gesneden. En de snijboontjes en de uitjes zijn al voorgesneden. Zo hoef ik niet te doen. Ik ga nu beginnen met bakken. Even de uitjes bakken. Ik straks de rest van de groenten erbij. Het zijn de rest van de groenten er al bij. Ik doe geen woksaus in, want dat is best wel ongezond. Ik maak gewoon een eigen sausje, heel natuurlijk. Ik heb het een beetje licht gekruid en ik heb gebruikt professionaals kruiden, hot curry, Sibnix kruiden, knoflook, chilipoeder en een beetje pepermix. En ik gebruik geen zout. Ga ik deze snijboontjes apart maken. En ik hou ervan om ze te bakken in sambal en terrassie. Oh ja, en ik doe een beetje van deze pittige paprika puree erbij. Ik pak eerst de uitjes erin en daarna doe ik de snijboontjes eroverheen. Oké, deze groenten zijn nu klaar en als laatste doe ik al deze garnalen erbij. En hier staat knoflook in, dus dat wordt echt super lekker. Film mij maar. Hey. Hey. Ik heb eten gekregen van mijn vrouw. Smaak. Lekker dan weer. Ik moet nog bestek pakken. Nee, we eten wel met onze handen, joh. Maakt niet uit. Oh, het ruikt lekker, hè?